Yo, yo, yo. Hele goede morgen. Ja. Nou, de mods hebben eindelijk het platform bereikt. Ik heb het gisteren ook al een beetje geprobeerd, na 6 uur, maar het liep toen voor geen meter. Het was allemaal zwaar aan het downloaden en doen en ja, dat werkte gewoon niet lekker. Dus ik wil even laten zien welke mods ik heb. En helaas mis ik best wel wat mods die ik graag wel had willen hebben. Die ik regelmatig gebruik. Ik heb er aardig wat al trouwens. Ik merk dat er best wel veel problemen zijn met scholen. Dus die balanceert daarmee. Popularity. Deze water die heb ik ook nog niet eerder gebruikt. Dus daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Paradox is dus uitgekomen met een in-game mod systeem. Wat ik voorheen deed was de mods downloaden van een website en dan custom implementeren. Dan werden ze ook niet echt geüpdate, want dan moest je steeds weer zelf doen. Dus en nu via dit. Echter heb ik wel wat problemen ermee. Het is een hele grote patch waar ze gisteren mee uit zijn gekomen. De game schijnt weer wat beter te lopen. Dus ik was nieuwsgierig of mijn oude stad weer beter ging lopen. Aangezien het problemen had met de... Problemen had met de... Met de mensen die lopen. En de auto's en de vrachtwagens en verkeer. Dus, ja. Echter heb ik al mijn mods moeten verwijderen. Anders werkte dit systeem niet. Want de game crashte steeds. Dus ik heb alle mods verwijderd. Toen de mods geïnstalleerd via deze manier. Ik wil eigenlijk nog even kijken naar een map. Want ik wil een custom map wil ik gaan spelen. Mensen zweren bij de Anigi mod. Ja, oké. Okay. Dat krijg je vaak. En ik weet niet of ik de Anigi mod zo fijn vind. Je kunt zoveel customizen. En ik weet niet of ik dat wel moet doen. Anigi disables error checks. Nou, daar gebruik ik al heel vaak die ene optie voor. Dus. Maar ik wil hem niet constant aan laten staan. Dus nee, ik denk dat ik niet voor de Anigi ga. Al wel veel mensen die gebruiken, blijkbaar. Ik had op het meest gesubscribed. Even kijken. Zoveel tegels heb ik ook niet nodig. Mocht ik dat in de toekomst willen hebben. Alles weghalen, boeldeels. Dat zie ik later wel. Ja, ik mis dus het verkeermod. Dus het aanpassen van stoplichten. Die vind ik wel jammer. Achievement Enabler. Wat is Achievement Enabler? Enables achievements when using this mod. This mod is not. What if I use save games? If you save the move. Oh, zo. Nou, die achievements die boeien me eigenlijk ook weinig. Ik kan hem er wel in zetten, maar. Deze, Abandoned House Removant. Die, ik weet niet. Of dat. Ik kan hem er wel in zetten. Maar. Wat is dit? Signature Fix. Always empty in this room. Okay. Ik moet zeggen dat ik nu wel een stuk meer mods installeer dan normaal. Normaal heb ik er niet zoveel. Extended radio. Nou, ik gebruik mijn eigen playlist wel. Realistic
Building Occupation. Oh, nee. Nee, ik vind die kale wegen vind ik niks aan. Een ander liedje. No garbage service needed. Hoort er gewoon bij het spel. We gaan even een een map opzoeken. Even kijken, map. Wat is de meest populaire map? Dat is deze, de Black Dragon. Oké. Okay. Oké. Okay. Wel mooi. Oh. Ik weet niet hoe ik hier precies een stad in moet bouwen. Het hoeft voor mij ook niet een mega grote stad te zijn. Het, oh ja, oké. Okay. Ah, is wel nice op zich. Deze dan. Meer de riviertjes. Is een beetje basic. Met een grid patroon begonnen. Nee. Ik zou ook weer naar moeten kijken. Ja, deze vind ik wel mooi. Ik heb deze al gespeeld. En, ik weet niet of die meneer wat ik kijk op YouTube of hij deze heeft gemaakt of niet. Maar hij speelt deze wel. Ja. City Plan. Ja. Nee, dat is wel een mooi op zich. Alleen, ik heb hem al een keer gedaan. En ik ben er niet zo goed mee begonnen eigenlijk. Dus die wil ik skippen. Ik wil ook wel iets anders. Deze ziet er ook wel mooi uit. Ik vind deze wel mooi. Ik weet niet hoe die gaat lopen natuurlijk. Er zijn al genoeg resources, dat vind ik ook belangrijk. Ik denk dat ik voor deze ga. Dan weet ik niet hoe ik moet starten. Ik denk dat hij dan gewoon bij mijn maps tussen komt. Dus we gaan eens kijken. Oké, even de game rebooten. Dus we gaan helemaal opnieuw beginnen. We laten alles aan. Dit keer gaan we hem langzaam opbouwen. Hopen niet dat ik in de toekomst weer... Ik ben wel even nieuwsgierig. Ik wil dus mijn oude stad gaan laden. Wacht even tot de textures is geladen. De kans dat mijn game gaat crashen namelijk, als ik deze erbij pak, is groot. Omdat hij heel veel mods mist, die hij eerst wel had. Traffic mod en nog een paar andere mods die ik nog niet kan vinden in deze modlijst. Dus we houden die nieuwe modlijst in de gaten, maar ik wil wel werken voortaan met die modding. Hij updates ook automatisch, dus dat vind ik ook wel makkelijk. Oh, hij crasht niet. Oké, okay. Pluspunt. Kijken of de auto's, nou die lopen niet sneller. Jeetje, wat is mijn stad in één keer uitdruk. Een andere plek.
Alles zit vast. Nou. Nou, dus ze rijden redelijk smooth weer. Ik denk dat die fix wat ze uit hebben gebracht daarover. Oh, dan gaan ze wel iets langzamer rijden. Jeetje, wat ziet dat er lelijk uit met graphics, zeg. Loopt nog niet helemaal smooth. Zoals ik graag had gewild. Maar goed. We gaan deze ook even niet meer spelen. We gaan een nieuwe game. En ik zie zo 1, 2, 3. Niet de map. Die ik net heb gedownload. Hoe kom ik aan deze map dan? Hoe kan ik deze map spelen? Oké, ik heb hem nu gedownload. Wat is dat? Playset. Ik heb alleen maar die actor. Wat zijn de rest van mijn playsets dan? Ik noem het wel normaal. Add mods. Wow, en hier moet ik nu weer allemaal toevoegen dan. Dat is wel vervelend. Oké, dat betekent dat ik even weer opnieuw moet beginnen. Nou, dat is die water. Ja, de water heeft een extra mod nodig. Move it, alles kunnen bewegen wil ik graag hebben. En ik is niet. Extra library wel. Free controller. Ja, die vind ik ook belangrijk. Even kijken, ik had wel meer mods toch? Of was dat het allemaal? Ja, doe eens wat rustiger. Barcelona. Ja, ik had wel meer modsje. Okay. En deze had ik volgens mij ook gedaan. Die heeft die nodig, oké. Okay. Extra UI screen. Deze zoning toolkit, die hoef ik niet. School, capture balance. Die vind ik wel. En die achievement ding. Die. Deze tik nu op, toch? Even kijken welke deden we nog meer. Volgens mij was dat het. Wacht even tot deze maar klaar zijn. Dus ik zit nu in de normaal. Dit is mijn library van normaal. Oké. Dus iedereen heeft zijn eigen ding. En hoe weet ik nou dat die active zijn? Waar zag ik dat net? Playsets. Deze playset is active. Daar zit er 14 in, hier 16. Oké. Zijn allemaal geenabled en is active. Oké. Dus als ik dan naar een nieuw game heen ga. Waarom staat dan die nieuwe map er niet bij? Custom Maps, omdat hij een eigen tab heeft gekregen. Nice. Hoe noemen we de stad?
Weet je, ik laat hem gewoon standaard. Thema Europees. Unlock all, die doen we uit. Unlimited money doen we ook uit. Natural disasters. Zal ik daar wel... In het begin is dat best lastig. Ik laat die toch uit, natural disasters. Disable tutorial, die hoef ik niet. Nou. Eens kijken wat we hebben. Lang geleden dat ik helemaal voor het eerst weer begonnen ben. Ik ga eerst even wat doen aan de graphics. Ik heb die te laatst lager gedaan om de FPS wat hoger te doen daar. En ik stoor me er nu wel aan. En aangezien ik even geen lijstje heb met welke dingen ik wel niet aan moet doen, zet ik gewoon even alles op medium. En doe alleen motion blur. Waarom dat dan is, hè? Dat is een stuk beter. Eens even kijken. Nou, wat hebben wij? We mogen beginnen in dit stukje. Het is een mooi klein stukje. Waar ik de keer rekening mee wil houden is alle contouren van het land. En natuurlijk kunnen wij unlimited dingen wegbouwen en weghalen. Maar ik ga dat eens een keer niet doen alsof het veel geld kost. Hè? Dat wordt een project. Dus even kijken. Hier gaan we de waterafvoer doen, denk ik. We kunnen nog niks kopen. Oh, is dit een tunnel? Oh, die eindigt hier. Oké, creatief. Oké, dus... Voor nu het makkelijkste is de afvoer hier. En hier langzaam te beginnen met een stadje. Ja. Stroom halen we hier weg. Nou, lang geleden dat ik helemaal opnieuw begonnen ben. Oké, ik mis... Ik heb... Oké, nou... Ik ben mijn hele balk kwijt. Lekker. Waar is mijn balk? En ik krijg hem ook niet weer. En dan weet ik niet of dat door de mods komt. Of door deze map. Maar ik kan niet eens escape doen. Dat is vervelend. Dan wordt het denk ik toch maar altijd 4. En dan starten we hem even opnieuw op. Waarom crashten alle mods? Was dat de map? Ik zou eventueel wat mods weg kunnen halen. Gebeurt iets raar. Wow, ik heb ook een modding hier. Zo, wat een extra opties. Ik ben mijn andere beeldschermen in één keer kwijt. Links en rechts zie ik ook alleen maar mods dingen. Dat wil ik niet hebben. Window mode, ja. Doe eens full screen. Geef mij... Andere beeldschermen links en rechts weer terug. Just to know what you knew.
Ik zet net hier de graphics allemaal op medium. Ja. En nu ben ik mijn beeldscherm links en rechts kwijt. Dat is mooi. Unity secondary monitor display. Dat wil ik helemaal niet. Waarom doe je dat? Ja, dan crash je het hele spel. Kom wel allemaal nieuwe probleempjes tegen, man. Ja. Final City Skylines open op mijn linker monitor. Show all resolutions. Waarom is dat überhaupt weg? Fullscreen heb ik nooit gehad. Ik heb altijd window mode gehad. Dat vind ik iets vriendelijker met tappen. Maar waarom zie ik in één keer links en rechts een beeld? Vind ik super irritant. Dat komt door de extra UI, denk ik. Oké. En in de extra UI kan ik het uitzetten in welke monitor. Dit is monitor 2. Oké. En jij hebt het monitor 3. Dus dan wil ik dit alleen maar in monitor. Het is inderdaad een mod die dat doet. Save selection as default. Ja. Extra UI screen. Jij bent wel irritant. Ik denk dat ik jou er dan maar weer uitgooi, want jij verpest mijn andere bed. Ik heb geen idee. Wacht even. Kan ik hier dan wat? Extra UI. Kijk. Oké, maar nu heb ik links en rechts een zwart scherm. Dat is ook niet de bedoeling. Logging level, normal. Oké, ik ga die eruit halen. Waarom staat hier allemaal not installed? Moet dat? Ik ga deze mod eruit halen. De UI ding. Dat is deze, maar dat betekent dat ik een paar andere niet kan. Bijvoorbeeld deze bus, die had dat nodig. Staat hier, require extra scene. Dus die halen we weg. Oké. Had ik die gedaan? Die wou ik helemaal niet. Ga weg van mijn playlijst. Wat komt dat? Signature. Heb jij dat nodig? Requires mod. Nee. Nee.
Ik denk dat het zo goed was. Met die UI. Oké. Ik heb die UI nu verwijderd in mijn playlist. Zou ik toch eerst weer moeten rebooten. Dan krijg ik mijn beeld links en rechts weer terug. Dat is wel fijn. Aangenaam. Ja, oké. Dat probleem, als ik later echt die mod zou willen hebben, dan kan ik altijd dat probleem even uitzoeken waarom links en rechts een beeldscherm komt en of dat fixbaar is. Maar nu ga ik het niet doen. Waarom ga jij weer laden? Welke playlist heb je nu gelaten? De normaal, ja. En wat zit erin? Nee. Maar waarom ga jij niet weg hier ook gewoon van deze lijst? Ik wil je ook niet meer hebben in deze lijst. Waarom blijf je hier dan wel in staan? Die vind ik raar. Geen idee. Het zal wel goed komen. Dus nu gaan we naar een nieuwe game. Custom maps. We willen deze laden. Europees. Hij heet nu gewoon. Dat vind ik prima. Hoe die nu heet, zo noemen we hem ook. Ik kan hem later altijd veranderen. Oké, het probleem net. Toen ik een straatbal beginnen te bouwen, was mijn hele UI kwijt. Hey, ik heb nu een... Ja. Zo, nou doet hij het wel. Ik heb geen idee of dat net het probleem was. Misschien was een reboot ook goed. Oké, hij pakt hem vanaf hier, de eerste straat. Oké, mensen die komen daar vandaan. Pakken deze drukken weg. Ja, we gaan smal beginnen. Dit hele stuk lijkt me gewoon mooi om rustig mee te beginnen. Een paar dingen wil ik wel even voor die tijd checken. Dat is de wind. De winddirectie. Oké. Allemaal die kant op. En dat andere ding kan ik niet checken waar de resources liggen. Omdat het nog niet geunlocked is. Dus en omdat het niet geunlocked is, gaan we er ook niet naar kijken. Ik weet dat ik een nieuwe map kan openen en dan wel gaan checken, maar dat gaan we niet doen. Misschien dat we later altijd huizen weg kunnen halen en dan alsnog farmland. Maar volgens mij heeft hij genoeg farmland. Dus als ik industrie ga bouwen hier, dan zou het toch ergens in het aan die kant moeten zijn. In het noorden wil ik zeggen. Nu is het noorden, maar nu niet meer. Dus ik heb geen idee. Even kijken, de haven. Als we een haven gaan maken. Waarom ga je hier onderdoor en geen brug eroverheen? Is dat voor de haven? Zou wel mooi zijn hier zo'n haven, toch? Oké, dus laten we dit gebied voor de haven gebruiken. We gaan nu eerst... Waarom zit hier een kleine hobbeltje? We gaan eerst dat kleine hobbeltje aanpakken. Oké, dit wordt dan een hoofdweg. Aangezien wij nu nog 4 straten hebben, gaan we dat ook verder doen. Ik moet wel opletten op mijn geld. Ik heb niet al te veel geld, dus we moeten zo meteen kijken hoe we geld kunnen verdienen.
ik zou deze straat misschien wel hier zo mooi omheen willen laten gaan. Eerst een klein stukje deze kant op. Dan maken we hier een mooie bocht. Nou, daar kunnen we nu niet verder. Die moet voor in de toekomst. Hij krijgt hier een... Stop. Wat is dit voor een... Is dit een autobaan of... Hoe weet ik of dit een autobaan is? Ik zie nergens een snelheid staan of zo. Hier zie ik een snelheid 80. Misschien wel de off-ramp zijn. Hier zie ik er snelheid staan. 100. Maar dat komt misschien door de brug. Dit, hè? Dit is raar. Dat zouden, zo, zouden ze niet zomaar in. Ik vind het er niet uitzien. Oh, helemaal aan de andere kant ziet het er niet uit. Oké, die retaining wall die halen we weg. Ja, ik wil eigenlijk toch wel een aansluiting hebben op dit, maar ik weet niet precies wat het is. Pak je 180. Zo. Ja. Oké. Dit is het begin van de stad. Met de grote weg. We bouwen wat kleine straatjes. Hier gaan we een beetje de winkelstraat van maken. Die aftakkings heeft. Ik wil wel rekening gaan houden met de landschap, zei ik net in het begin, dus moeten we dat ook gaan doen. Dan krijgen we gekke straatjes. En ik vind gekke straatjes eigenlijk ook wel mooi. Al die rechte lijnen. Bobbeltjes en bobbeltjes, dat hoort er een beetje bij. Even kijken, ik wil hier de afvoer hebben. Dat wordt dan ouderwets weer gewoon zo'n ding, want we hebben weinig keus nu. Het is ook gewoon de enigste plek waar dit kan. Dus ja. Je moet een aansluiting hebben, ja die gaat komen. Stroom. Hoe wekken we ook alweer stroom op? Ja, ik kocht eerst altijd... die of die supermarkt. Maar dat gaat allemaal nog niet. Dus wat we gaan doen, we gaan gewoon een ordinaire koolplant neerzetten. Hier even. Hier, wow, veel water ligt hier, man. Wat is dat dan, een buissysteem? Oké, dat is een trein. Er ligt ook al gewoon een stukje straat hier. Ja, we gaan gewoon een koolplant neerzetten hier. Die we laten benaderen hier. Kan ik hier een beetje op? Ja, hij ligt wel op een bultje, dat is wel vervelend. Ik kan hier wel langs. Dus als ik nu wegpak en
trekken we hem hier zo langs. En dat wou ik niet. Ja. Even kijken, koolplant. Ja, wat zetten we hier neer? Waar is de rood? Dus aan die kant, dus dan... Als ik hem hier neerzet, maak je dan een hele gat in de... Ik denk het wel. Oké, ja, je hebt hier redelijk deuk gemaakt. Oh, die watertool moeten we later even mee gaan werken. Zo. Nou, ik had al gezegd dat ik de weg een beetje wat realistischer wil doen dit keer. Dus als je hier naar beneden zou moeten, dan ga je hier zo. Doen we dat met een bocht? Nee. Ik fix die route later wel, maar voor nu vind ik hem prima. Elektriciteit. Zo. En de straat is eraan verbonden. Ja. Dus de hele stad heeft nu elektriciteit. Toch, of moet ik hier nog zo'n ding neerzetten? Moet ik dat nog verbinden met elkaar? Nee, toch? Ja, moet ik wel verbinden met elkaar, oké. Deze gaat nu ook geld verdienen, omdat hij hier gaat exporteren. Hopelijk toch. Maar hij heeft nog geen medewerkers, dus gaan we in dit stukje meteen laten komen. Hier gaan mensen wonen voor nu. Hallo nieuwe inwoners. Hier mag je ook wonen. Hier, oh, dan moet ik even oppassen. Wacht even. Oh, pauze. Ik wil dit stukje eigenlijk niet. Want hier heb je nog best wel hobbelen. Dus dan doen we dit stukje wel. Dit stukje mag ook nog. En hier. Ja. Die laten we even. Ik wil rekening houden met het landschap. En ik vind het niet mooi als je zomaar gaten ergens in gaat maken. Nou, winkeltjes willen we ook vast hebben. Hier komen winkeltjes. En hier en hier. Mensen die wonen hier en hier. En dit hele stukje. Daar mag je wel. Oké. Nou, dan moeten we alweer... toch... stukje huis erbij gaan bouwen. Kijk, dit mag helemaal hier. Ja. En dan zegt hij ook dat hij industrie wil. Ja. Maar ik wil nog geen industrie. Want dat wil ik hier pas eigenlijk. En ik wil dat hier eigenlijk allemaal niet hebben. Dus hoe doen we dat? Tijdelijk.
Dan krijg je ook vervuiling van, hè, van de industrie. Daar krijg je ook vervuiling van. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Dus we gaan even kijken. Tot hoe lang we industrie... Wat is het probleem? Oh. Waarom is dit veranderd? Ik heb niks veranderd namelijk. Maar wel gek dat je dat doet. We gaan deze even opslaan. Voordat hij dadelijk weg is. Save game. Ja. Nou, op dit moment lopen de mods wel goed. Ik zeg dat ik ook nog niet heel veel mods heb gebruikt. We gaan even weer verder met de bestrating. Dat is ook een gekke vorm. Sorry, moet ik net afslaan. Nu toch even weg. Dan gaan we hier twee straten die kant op doen. En in de toekomst deze straat ook weer daar langs. En dan gaan we mooi om deze... Mooi om deze berg heen lopen. Nou, we hebben nog geen afvoer. Die wou ik eigenlijk pas dan aangeleggen, maar ik leg hem voor nu wel even aan. Nee, want het is goedkoper. Ik wil echt letten op mijn geld dit keer. Eens even kijken. Die kruispunt gaat ietsjes door. Kijk, die straat die gaat allemaal huizen hebben. Dus daar kan ik nu wel netjes... En goedkoper dit hier aansluiten. Oké, dan heb ik nog een water nodig. Even kijken. Dat is die. Grondwater. Kijk eens, hier is zoveel grondwater. Want het probleem is als ik hier water weg ga pompen nu. Dan krijg ik ook rioolwater. Dus die rioolwater gaan we zo snel mogelijk wegdoen. Maar voor nu gaan we de grondwater hier wegpompen. En... Ik wil meteen een dubbel systeem. Jeetje, wat overwoedt hij veel met de... We gaan hier twee grondwatersystemen neerzetten. Zo, dus als het goed is hebben we nu alles eigenlijk, toch? Hier kunnen we ook vast huizen neer gaan zetten. Wel jammer in het stuk van midden, dus hoe gaan we dat oplossen? Jij zit nu al te zeuren met high rent. Misschien klopt het dan toch iets niet met die... mod. Hey! Ik ben een tiny village. Dat is mooi, honden. Nu kunnen we wel weer wat bijkopen. 3 grids. En wat ik heel erg nodig heb, is toch een stukje voor mijn industrie. En ik wil de industrie graag... Ja, in dit stuk hebben. Dus ik zou graag dit stuk erbij willen kopen. Hier een afrit maken en dan hier de industrie op. Nou, we kunnen ook dit stuk erbij kopen en dan kunnen we hier de afrit maken. Aangezien die hier al een mooie afrit heeft. Dus ik denk dat ik sowieso deze twee ga kopen. En die laatste, die laten we even. Ik zou het liefst
de ding veel verder willen hebben. De riool. Het liefst wil ik helemaal geen riool. Dus we gaan die even zo laten. Ik wou meer huisruimte maken. Ik trek hier een straat doorheen. Dat is voor nu de beste oplossing. Dan bouwen wij erbij winkels. En dan zag ik dat we ook een rijtjeshuis hebben. Dus dat vraagt niet zo heel veel namen. We kunnen wel het rijtjeshuis bouwen hier. En dan aanvullen met die. Deze aan de buitenkant laten we nog even. Even kijken, hier gaan we ook huizen maken. Geen winkelstraat, want deze grote straat wordt de winkelstraat. Dus dan mag eigenlijk, ja, ik wil hier nog iets tussendoor hebben. Dus die laten we nu ook nog even. Eerst even kijken. Nou, hij wil industrie. En ik zei van, dat gaan we via deze mooie rotonde. Ben je nou serieus aan het parkeren hier? Why? Oké. Okay. Don't tell, don't ask. Even kijken. Maken we een bocht? Kan een bocht, maar ik vind... ik zie hobbeltjes. Een beste hobbel. Ik wil die hele hobbel niet eens op. Eens even kijken. Ik wil eigenlijk dan het liefst hier langs. Oh, hier is ook allemaal een bobbelsysteem. Oké. Dat gaan we toch een beetje rechtgummen. Of niet alles perfect recht, maar... Vroeg of laat wordt dat toch een haven. Omdat het een havengebied wordt, wil ik eigenlijk wel een grotere straat. Het gaat een drukke route worden. Hierbij aan, zodat ik weet waar ik langs ga. Ik wil die beeld vermijden. Zoiets. Ik wil hem eigenlijk een beetje gelijk hebben met Andy. Maar ik wil dat er best wel een ruimte tussen zit dan. Dat wil ik dan eigenlijk weer niet hebben. Deze is goed. Ik vind het zo goed.
Oké, dit wordt industrie. Hier verder allemaal elektra en water. Ja. Oké. Stuk meteen. Nu vind ik dat ook prima. Dan zag ik dat ik ziekenhuis kon doen. Wat ik heb geleerd is dat je de ziekenhuis niet op een grote straat doet, maar op een zijstraat moet. En aangezien ik die nog niet heb. Waar ruimte is, gaan we die even maken. Ik wil hier. Was maar 90%. Waarom zie ik zoveel getalletjes erbij, maar ik zie geen 90%. Hoeveel graden hier hebben. Hier gaan we het ziekenhuis aan zetten. Van die allebei de kant op. Een cemetery, ja, die meteen. Afval, ja, dat vind ik ook wel lastig. Hè? Verdienen momenteel nog geen geld. En dat willen we wel gaan doen. Met de export van stroom. Met de export van water misschien. Is deze map dat je water export? Volgens mij wel. Dan zou ik er nog eentje bij kunnen zetten. En ik zie wat dat volgens mij geëxporteerd. Bij de standaard map is dat niet zo, dus ik ben wel blij mee. Oh, kijk eens wat die zegt. Zeg je dat? Oh nee, dat is water. Of riool? Oh, dit. Oké. Okay. Nee, dus hij exporteert wel stroom. Niet heel veel. Gaat het met deze powerplant? Die kan je verder ook niet upgraden, hè? Nee. Oké, die moet dan nog even een beetje later. Cemetery. Wat is een mooi gebied voor... In principe... Hij moet hier een beetje afgelegen, maar ook niet weer helemaal. Nou, ik weet wel dat dit helemaal vol komt met stad in de toekomst. Ik denk dat we hier de vuilnisbult gaan maken. Of de vuilnisbult hier ergens. Aangezien we hier toch al bezig zijn met de vervuiling. En de symmetry ergens hier neer gaan zetten. Wat een groot ding is dat ook. Hier bovenop zou mooi zijn. Alleen ook een probleempje hoe ik er moet komen. En ik wil dan een landweg er naartoe hebben. Ja, komt eraan. Komt eraan. Ik wil jou precies in het midden hebben. Dus hier. En dan. Hoe gaan we hier de bult af? Of waar gaan we de bult af?
Pak me eerst even een stukje. Hoe komen wij mooi hier de beeld op? Als ik hier zo doe dan. Doen die helemaal zo. Kijken. Eigenlijk zo, deze kant eraf. Dat vind ik wel mooi. Hij moet eigenlijk een heel klein stukje recht. Oh shit. Oké. Okay. Je hebt stroom. Ook wel een mooi park hier om in de toekomst te bouwen. Oké, en toen? Waar is vraag naar? Naar winkel. Ja, maar die ben je hier aan het bouwen. Dat is goed. Hier kunnen huizen. Hier doen we nog een winkel. En hier ook. Hier kunnen huizen. Even kijken. Dit worden hele lange straten. Ja, waarom doe ik? Jeetje, dat is er niet beter op geworden hoor. Ik bouw hier de straten en jullie gaan er allemaal uit voor hem. Heel vervelend game. Echt vervelend. Dit gaat toch een beetje een grid worden. Ik wil niet hele lange straten. Hele lange straten zijn slecht. Die worden druk. Er is geen kant meer op. We hebben echt niet echt altijd andere huizen gebruikt. Kunnen we wel eens een keer gaan doen. Dit stuk of zo, andere soorten stijlhuizen. Dit laat ik nog even vrij voor nu. Nou, ik kan er niet veel zien, dat vind ik wel jammer. Kunnen we wel productie doen? Nee, hè? Vanaf 3 pas. Ai, ai, ai. Ja, ik had graag al willen beginnen met livestock. Mooi ertussendoor. Dat gaat nog niet.
Er is meer vraag naar winkel. Deze straat maken we verder hier. Even kijken, tot aan hier. Hij kan er wel door. Moeten we alleen even kijken dat we hier niks bouwen. En... Ah, dat is ook wel jammer van dit stukje. Kunnen we zo oplossen? Dit is zometeen nog straten aanleggen. En die upgrades kosten allemaal geld, man. En ik wil eigenlijk zo min mogelijk geld uitbesteden. Ach jee. Allemaal dezelfde huizen. Oh, mooi zo staat. Ja, dit gaat ook wel een stad worden met renovaties regelmatig. Dus ja, ik kan nog geen parkje doen, dus dat komt er dus ook nog niet van. Landfill. Laten we daar eens even mee naar gang gaan. Ja, ik heb niet echt een mooie locatie voor een landfill. Ik vind die dingen eigenlijk wel heel lastig. Is groot ook nog, ja. Hij is groot ook nog. Hier, boven op de berg. Kan ik wel eens een keer een pad naartoe laten leiden. Ah, dat is iets voor de toekomst. Nee, ik wil hier de landfill hebben, maar ik weet niet precies waar. Ik vind die straat niet goed bij mijn landfill gaan, dus even denken. Ik denk dat we... Landfill. Laten we eens even kijken. Dit stuk hier zo. En dan aan de linkerkant erlangs. Ik vind het prima tegen de autobaan aan. Zo. En dan dit stuk.
Wil je niet snappen? Ik wil jou niet precies er tegenaan hebben. Dat ziet er ook zo raar uit. En dan voor nu... dit stuk. Voor nu dat stuk. In de toekomst denk ik dat die dan links uitgebreid wordt. Oké. Okay. Nou, dat is dan ook geen uitgavenkosten meer. Ik vind het jammer dat ik de unemployed tab niet kan zien. Ik kan dat wel. Working faces. Oh ja. Zo. Even lekker uitrekken. Total workspaces 844 en employees 600. Oké. Okay. Dus we hebben meer werkruimte dan mensen momenteel. Dus daar laten we het wel bij. Ja, dit gaan we een mooi park maken, man. En dan dit ding gaan we in de toekomst verhuizen, man. Ik zou nou het liefst al willen verhuizen eigenlijk. Liefst hier neer willen zetten. En dan dit mooie park houden. Stroom hier weg. Heeft hij al vervuiling gedaan dan? Zo, air pollution wel heel veel, ja. Ook al ground pollution. Jeetje. Gaat het snel met dat ding, zeg. We kunnen een tweede er neerzetten. Dit wil ik later ook uitgraven. Zodat dit... later. Maar nu ook prima, toch? Kunnen we de nieuwe hiervoor gebruiken? Stream of constant air. Oké, deze moet ik echt even keer... in een andere map gaan testen. Dat wil ik juist niet hebben. Maar ik heb wel verschillende brushes, toch? We hebben... ja. Oh, een rotliedje. Oké, dat is zo. Maar ik wil hem eigenlijk... ik wil de brush gedraaid hebben. Kan dat niet? Brush rotation. Oké. Oké. Kijken wat dit doet. We willen grond vanaf hier. Ja. Niet zo diep. Wow. Dat is dan weer te ondiep. Waarom pakt hij dat onder niet? Oh, er ligt een kabel. Daar ligt een kabel. Waarom doe je dit? We zeggen dat dat zo... Oké. Oké, dat is een betere waterflow. Die vind ik mooier. Pakken we deze brush. En weer de normale. Default. Brush rotation. Dat boeit niet. Hey! We hebben weer een milestone.
De strength wil ik wel even iets minder. Ik wil dit hebben dat hij dit niet zo heel krachtig doet. Oké, dat vind ik ook niet zo mooi dat hij dit doet. Kijken wat we daar in de toekomst mee kunnen doen. Laat ik dat nu voor nu, of... Oké, dus dat is niet wat ik wil. Waarom doe je dat aan de andere kant? Waarom maak je nou over de gaten? Oké. Ik vind het er niet mooi uitzien. Gaan we later naar kijken. Ik wil die vier dingen sowieso even allemaal kijken. Oké. We hadden weer een milestone erbij. Dat betekent weer meer geld erbij. Education. Dat is belangrijk. Natuurlijk wil ik scholen. Even kijken. Waar ik vorige keer dus echt tekort ben gekomen zijn... zijn scholen. Dus ik wil meerdere scholen hebben. En dan niet per se... aan de hoofdstraat. Hier zal wel mooi kunnen, aangezien ik dadelijk ook kan upgraden met die. Dat kan mooi in de tuin. Dat vind ik prima. Een high school. Ik kan nu weer niet in het midden doen, joh. High school. Ik vind dit ook wel een mooie locatie voor een high school. Oeh, nee. Dat pakt een stuk van de berg. Dat moet ik niet hebben. Dat kun je niet goed zien dan, hè? Even kijken. Kleine erbij. Die weg doen, dan kan ik het beter zien. Trek het die straat nog even een stukje verder. Dan mag die wel weer aan. Ik wil hem niet. En misschien ook wel dat ik daar uiteindelijk wil. Voor nu doen we dat niet. En plakken we de high school hier. Oké, wat hebben we nog meer nieuw? Nieuwe huisjes erbij. Maar dat heb ik nog niet echt. Medium dense. Er is heel veel vraag naar winkel. We gaan een tweede stuk winkel openen. Dat gaan we hier doen. En ik weet niet of het gaat lukken, maar ik wil vanaf hier een straat die kant op hebben. En dan krijg je zo'n gekke kruispunt. En ik weet niet of ik dat mooi vind. Is dat mooi, is de vraag. Hij mag eigenlijk wel iets korter dan die kruispunt.
Van straat is mooi, maar... Kruispunt moet toch iets anders. Even kijken, hoe kunnen we dat dan het beste doen? Als ik zo doe... Ja, krijg je wel een betere bocht. Die kant. Kijken. Die kant. Ja, ik vind dit wel iets meer acceptabel. Alleen is het wel een hele diepe kruispunt. En dan trekken we deze door hierheen. Zo. Ja. Dat wil ik. En dat hij dan deze in de toekomst die kant op gaat. Ja. Nee, hier de bocht. Dan gaan we langzaam. Die kant op. En deze kruispunt. Zo raar. Hier wordt dat weer. Ik neem hier nou eens gewoon eerst recht voor de aanleg. En als ik deze dadelijk zo die kant op doe. Zou hier vraag naar hebben? Ja. Oké. Okay. Deze huisje erbij. Oké, okay, dit stuk wil ik ook wel tot aan hier. En eigenlijk liefst niet aan deze straat, want hier gaat het sowieso druk worden. Dan gebruiken we het oude trucje weer met een pad er langs heen te leggen. Zo. Oké, de vraag is een beetje weg. Jij hebt niet genoeg customers? Komt eraan, ik ben een heleboel customers hier aan boven. Jij gaat zo in de middle of nowhere. Heb jij in één keer de patroon veranderd? En nu ben je weer zo irritant, game. Hou daarmee op. Het is ook wel mooi gevonden als deze hier ergens kon staan. En ik zweer dat ik dit niet op deze beeld meer wil hebben. Nee, ik irriteer me echt dood aan dat ding nu. Hij gaat alleen maar vervuilen. Dus ik moet deze straat even verder leggen. Even kijken, hoe kunnen we dit hier mooi... Dit is een hele rare vorm nu. Nu wil ik ook niet erg zo vinden als je hier onderdoor zou gaan. Kan dat? Kun je hier onderdoor gaan, onder de vuilnisbult en zo? Zal wel vet zijn. Kan dat? Dat weet ik niet, maar dat is voor nu. Even kijken, jij gaat verhuizen. Autosave, kom op. Dat is één. Je hebt geen stroom. De mast die moet vanuit hier. Ben ik boven.
Oké, okay, je hebt weer stroom. Oh. Je leekt. Prima data zijn. Waarom doe je dit? Nou, daar is mee op. Sorry. Why? Why are you doing it? Yes, that's what I wanted. Okay. Okay, hier een klein stukje die we nog weghalen. Bovengrond. Jullie gaan helemaal weg. En deze stroomkabel ook. Alleen heb ik hier wel vervuiling. En het gaat over tijd, wordt het er wel beter. Zo. Heftige pollution krijg je daarvan, zeg. Kunnen we die school nu ergens hier plaatsen? Wat we hier gaan doen. Daar komt. Oké. Okay. Ja, dan moet je er niet gewoon als het high rent is. Kijken of een huisje ook komt, hoor. Oh, oké, okay. Hier was land. Ja. Yeah. Waarom zie ik dit alleen maar hier nu dan? Oh nee, dat is het. Ja, ik weet niet meer wat ik zeg. Hier maken we allemaal winkel, want eromheen komt allemaal huizen. Even kijken, kunnen we hier een huis langs trekken? Ja, maar dan moet hij wel weg. Ja, sorry, we moeten even verhuizen, want ik vind deze gat wel zonde. Alleen, dan moet ik weer hier even kijken hoe we dit dan op kunnen lossen. Of we doen een weg hier tussendoor. Kunnen we dat het beste doen? Die kant op, maar. En dan hier zo, die kant op. Hoe gaat het met school? School gaat het goed. Ja, deze dingen kosten mij nu nog allemaal te veel. Hoe meer ik van die dingen erbij ga doen, hoe meer mijn geld er zo gek op gaat.
En dat is iets wat we nu nog niet echt willen. Hier rekening houden met het bergsgedeelte erachter. Zo. We kunnen wel weer meerdere grids erbij kopen. Ik ga in de toekomst uitbreiden deze kant op. Voor nu de rioolwater gewoon wat verder weg hebben. En dat kan eigenlijk niet. Omdat ik die grids niet heb. Dus wat ik ga doen is ik koop deze en deze grid erbij. En dan maak ik daar de rioolwater heen. Verder mogelijk weg. Ga je daar de boel maar vervuilen. Leggen we even een pijp aan. De pijp is wel prijzig op zich. Overlapping. Oh, ja, hier. Hoop ik dat dit toch ook ooit een keer weer schoon gaat worden. Dat is toch de reden waarom we het hier aansluiten. En om hier zo min mogelijk gaan we het hier filteren. Zo. Dan wordt het al iets minder daar. En kijken, wat zou ik graag willen hebben? Ik wil die graag hebben. Wanneer krijg ik die pas? Ja, maar ik ga hem wel unlocken. En deze heb ik er 8 voor nodig. En dan gaan we hem ook plaatsen meteen. Water Waste Center. Zijn er nog regels voor? Kan ik die gewoon overal plaatsen waar ik wil? Process it sewage water and purify it. Water back into the water network. Okay. Can be upgraded. Ja, dan krijg je die hele systeem erbij, ja. Hij is wel een beetje grond. Air pollution. Dus heel dichtbij moet hij niet. Zulke watersystemen. Ik moet eigenlijk gewoon. Ik moet een beetje rekening houden, want ik kan er attachments aan doen. Als ik jou nou eens hier neerzet. Met ook meteen een upgrade erbij. Oeh, die past niet aan die kant. En die past niet aan die kant. En jij past ook niet aan die kant.
Ja, dat was eigenlijk wel de bedoeling. Oké. Okay. Hallo, elektriciteitskabels. Ik ga jullie net even iets anders aanleggen. Dus we gaan een pauze doen. Eens even kijken. Wat zo flats. Zo door het water heen. Ziet er ook raar uit. Is wel iets wat ik later weer ga fixen. Zo. Voor nu is dit de watersysteem. En als ik die heb, dan kan ik eigenlijk... dacht ik. De waterleiding hier afsluiten. Want je gaat nu alles hierin brengen, toch? En dan hoef ik geen sewage water meer en dan verpest hij mij hier ook niet het water. Of hier, want hier begint hij er ook al mee. Dus we kijken het even aan. Even kijken. Brandweer hebben we erbij gekregen. Ook een beetje centraal. En dan hebben we ook politie. Zetten we er mooi naast. Ik laat deze ruimte voor als ik deze ga uitbreiden dadelijk op het ziekenhuis. Die uitbreidings krijgen. Kan ik alles een beetje nu al zien? Oké, we gaan steeds meer gelijk. Kan ik al boerderijen? Ja. Zo, wat kan ik hier veel... dat is wel lekker. Livestock. Maar een livestock die kun je overal neerzetten. Waar maken wij... een beetje de boerderijen? Dus dit stuk wordt sowieso nog wel center. Dit stuk hier, dat zou op zich wel een mooie boerderij kunnen. Even kijken, dus dit stuk wordt helemaal nog centrum. Denk ik dit stuk, denk ik ook dat het centrum wordt. Als ik hier een boerderij zou maken, hier zo op de berg, zal die dan last hebben van deze vervuiling? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of hij daarmee interfereert, maar... We kunnen het wel eens proberen. Ik zou hier er wel eentje willen hebben. Ik zat dan aan het kerkhof. En rechts en dan rechts nog eentje. Dus deze plaatsen we hier. Maken we... Tijdelijke landschapdingen. Wat we wel doen is dat we hier zo'n weg allemaal doen. Dan moet ik naar die naar komen. En dan de tweede.
Die wil ik daar eens hebben. Hier zo? Ja. Maar hij zegt wel dat het daar niet goed is. Nou ja, neem ik voor nu maar even voor lief. Ook laten goed maken. Er moest geen klik worden. Waarom doet hij dat toch altijd? De eerste moet plaatsen hier. Ja. En dan. Dan moet ik eigenlijk die hebben. Maar die gaat als volgt. Hier klik. En hier. Zo ja. Oké. Deze die gaat aanzienlijk groter worden dan die. Dat wil ik ook niet helemaal hebben. Pakken we deze lijn tool erbij. Maken we jou iets korter. Jou gaan we iets langer maken. Ik wil ze wel aan de straat hebben dit keer, maar niet helemaal tot aan de rand. Ongeveer één grid over. En dat is omdat ik later daar nog bomen wil gaan plaatsen. Het is zomer en het regent, hè? Even kijken, ik vind dit wel een mooi aardig stuk. Wil ik hier precies die kant op. Maximale stuk. Yes. Hij heeft eindpunt hier trouwens. Hier komt niks meer bij. Dus hij mag tot aan de rand van de autobaan. En dan ook daar weer een stuk overlaten. Hier onderdoor. Nee, dat vind ik ook niet wat. Zonder van al die bomen, zeg ik, planten later. Gaan we weer wat bomen terugplanten. Nu hebben deze boeren gewoon wat meer ruimte nodig. Yes. Ook jou wil ik in de toekomst uitbreiden. Maar dat kan in principe prima hier. Dus gaan we dit land er gewoon een beetje strak tegen aanleggen. Of in ieder geval... Zo. Nee, nog veel meer. Zo ja. Oh, je mag trouwens wel veel verder deze kant op. Ik wil hier ook wel een ruimte tussen hebben, maar... Hoeft niet heel strak er tegenaan. Zo. Why do I?
Ja joh, breng je de boel hierheen met de taxi? Laten we dit open of maken we dat ook boerderij? Hij heeft in principe, als ik dit zo hier in die hoek doe, heeft hij ook ruimte zat natuurlijk. Ik weet niet wat je nu met het land gedaan hebt hier, maar dat is ook raar. Ik laat hem nu zo. Ik vind deze twee wel mooi. Ja. Wat komen we tekort? Service. Ja. Ik verlies nog steeds geld. Wordt langzaam meer. Dus ik moet echt wel meer winstverdienende producten plaatsen. Even kijken. Export kan je nog niet zien, hè? Producten, nee. Vanaf wanneer kan dat? Bij de volgende stap, en die heb ik bijna. Oké. Okay. Dus dat is allemaal boerderij. Ik wil wel weten wat de export is van bepaalde dingen, man. Dat kan je nog niet echt zien, dat vind ik jammer. Dus alle dingen wordt wel gezuiverd hier. Alle riool wordt hierin gepompt. En geeft water weer terug. En dit ding ook, die filtert. Dus dat werkt wel goed. Dat betekent dat ik eigenlijk deze rioolkabel die me irriteert weg kan halen. Ik laat hem voor nu nog wel even staan. Zeg ik dat er, nou ja, prima. Deze huizen willen nu even niet, dus dan zetten we deze er neer. Daar had ik wel wat vraag naar. Hier moeten we nog huizen, dus links. Nou, dan is weer vraag. Waarom is er altijd zoveel vraag naar winkels? Even kijken, wat hebben we nog meer? Dat is nog niks aan blok, die ook nog niet. Politie rijdt aardig rond. Zijn er bepaalde statistieken waar we even door kunnen kijken? Traffic, dat gaat prima.
Data trade. Oh ja, hier kun je kijken wat we exporteren. Oké. Hoe gaat het medisch? Een crematorium. Ja, maar die heb ik nog niet. Dan moet ik unlocken of niet? Kan wel. Dan doen we dat maar even. Even kijken, waar gaan we de mensen cremeren? Kunnen we mooi bij het kerkhof doen? Maar ik vind het ook prima als het gewoon hier ergens bij alle andere servers bouwen. Ja. Hoe gaat het met school? Ja, College of University heb ik nog niet. Administratie hebben wij ook nog niet. De politie. Finance kan nog niet. Mensen zijn goed blij. Ik heb nog steeds meer banen dan employees, dus dat is prima. Dus ik zet er nu ook even geen winkels meer neer. Als ik deze twee huizen afbreek en ik wil dan hier de straat hebben waar de huizen langs gaan. Dat gaat echt nog niet zo goed. Waar heb ik dat eentje weer weg dan? Hier. Ja. Oké. Hoe zien die Amerikaanse huizen er eigenlijk uit? Zien die er heel anders uit dan? Ja, oké. Dit is Europees, dit is Amerikaans. Zijn wat breder, wat groter. En dan krijg je dit probleem dat ze daar de huur niet kunnen betalen. Ik moet de stad even rustig door laten groeien. Dus ik zet even de snelheid omhoog. Dit gaat in de toekomst wel een knelpunt worden, man. Absoluut. Misschien dat we in de toekomst het hier ondergronds kunnen laten gaan. En het hier dan weer bovengrond ofzo. Dit liedje heb ik net ook al gehoord. Steengroeven. We kunnen steen afgraven. Dan vind ik dat het mooiste als dat ergens in een berggedeelte gebeurt. Het heeft best wel ground pollution en air pollution. Dus waar kunnen we dat het mooist doen? Dat is een mooie berg daarvoor, zeg. Rekening houden dat hier de trein een rare bocht heeft, deze trein hier.
denk dat ik voor nu nog maar geen steengroeven doe. Ik wil eigenlijk aan deze weg geen... Daar wil ik geen dingen. Deze ook beter vermijden. Beter dat ze hier gaan wonen. Oké, kom daar dan iets tekort. Wat kon ik bij 4? Zou ik weer wat langzamer zetten? Ik weet niet, er was net wat bij 4, maar ik weet niet meer wat. Goed, hè? Was het iets met water of zo? Nee. Ik kan er nu wel graan doen. Graan en hout. Hout. Hout is ook goed. Maar waar is het beste voor hout? Ik zou haast zeggen deze patch. Oké, wat ik heb geleerd. Dat ik er altijd eerst even wat bomen bij moet maken. Mooi met mod voor. Dan zegt hij welke bomen wil je dan? En welke bomen staan hier? Die bomen staan hier. En dan wil ik adult bomen. En dat was het, geloof ik. Oké, dus dan gaan we dit stukje gaan we helemaal bosbouw maken. Er staan eigenlijk al genoeg bomen in dit stukje. Ik hoop dat het dan een beetje wat oplevert. Even kijken, als we hem aan deze kant plaatsen, kan hij precies het hele stuk hebben. En dat wil ik ook doen eigenlijk. Requires road, ja, komt zo meteen. Hij mag redelijk langs de kant. Zo, dat is de bosbouw. Ik denk dat ik hier nog wel wat ga veranderen, maar dat vind ik niet zo mooi. Dan namelijk met die weg. Er komt wel een normale weg hier langs. En die trekken we dan door vanuit helemaal vanuit hier. Kan niet zien, dan zit hij wel in de weg. Dat is iets wat ik wel wil, dus dan pakken we even die erbij.
maken we het lijntje toch iets smaller. En dan mag je wel op deze rand bomen pakken. Deze op. Zo. Dan hier langs, daar aan lijnen 90. Yes. Oké. Die lijnen we naar deze kruispunt. Nee, dat kan ook niet anders. Ik heb deze dus een beetje scheef geplaatst. Maar vind ik ook prima. Dus dit is de bosbouw. En dan heb ik nog graan. Ik weet niet of dat mooi is als ik dat hier tegenaan zou doen. Dan neemt hij ook alle bomen en zo. En ik vind dat natuur op zich wel mooi hier. Misschien dat ik hier toch wel weer wonings gaan maken. Hier nu veel, even kijken, wat is veel vraag naar? Er is veel vraag naar deze, oké. Okay. Veel vraag naar Lowland, oké. Okay. Hele vak de lowland. Oké, okay. Kantoor. Offices. Heb ik nog niet echt over nagedacht waar ik die wil. Beetje vraag naar industrie. Dus dan pakken we die en die. Dit is te klein voor industrie, neem ik aan. De straat bewaren we, daar komt de volgende behuizing. Nou, de mods lopen in principe prima. Ik ben wel tevreden met de mods. Oké, elke keer als hier een huis weer gebouwd wordt, breek je hem weer af. Omdat je zegt dat de zone niet klopt. Maar je bouwt ook gewoon in niks. En nu wel weer. Nou, zometeen weer niet. Dat is toch wel vreemd aan de hand. Ik weet dus niet of dat aan de mods ligt. Of aan een nieuwe patch. Oh oh. Road maintenance. Die moet je ook inlokken. Even kijken. Die vind ik wel belangrijk. Road maintenance. Betonders ga ik die mee unlocken. Betonders zijn maar drama. Die wil ik ergens in het, zo, dat is best een groot gebouw zeg. Dan zou ik hem haast helemaal hier neer willen plaatsen man. Maar waar? Ja, dat is een goeie. Brand. Reis door. Nee, die ga ik rood mee, dus ga ik hier naar ergens neerzetten. Kijken, naast deze mooie school. Ja. Oké. Okay. Een tax
City Paul. Ja, dat vind, die vond ik ook wel belangrijk, want er komen veel mensen met de taxi hierheen. Beetje in de gaten houden. Parkjes, yes. Dat betekent dat we hier en daar wat huisjes gaan slopen. Laat ik eerst de bestaande stukjes maar even gauw doen. Small playground. Dorkpark. Park daar. Hier nog eentje. Small Plaza Eco. Ik weet niet of ik de bestaande ergens een gat in moet maken. Want op zich gaat dat redelijk goed zo. In principe als alle straten groen zijn, dat is wat ik naar wil aimen. Dit stuk wil ik graag die campsite, maar ik weet niet hoe. Even kijken. Hier zo? Nu? Oké. Allemaal geen geld voor. Komt wel in de toekomst. Oké, dus alles is groen. Prima zo. Ik hou er wel vast eentje bij. Hondenpark hier zo. Ja, schrok van. Wel 10 parks in een single city. Ah, nice, een achievement gehaald. Parken hebben. Ook zelfs hier moeten parken komen. Die lokt meer mensen aan. Om er te gaan werken en zo. Hier moet ik dan. Oh, hier past er wel eentje tussen. Small park, ja. Kijk eens. En daar hebben ze niet echt een hondenpark nodig. Oké. Voor nu ook prima. Small playground. Dat waren het voor parken. Wat heb je hier nog meer nieuw? Een busdepot. Ga ik nu nog niet mee beginnen met de bus? Wil ik uiteraard in de toekomst wel, maar. Wil ik in de toekomst wel. Wat ik van plan ben is, ik ga dit stuk. Hier komt een beetje industrie. Dit stuk wordt allemaal bewoond. Dat wordt een stadje. En dan wil ik hier tussen. Heel veel boerderij, weilanden hebben. En dan in dit stuk komt dan weer het nieuwe stadje. En als ik met dit stadje bezig ben, dan ga ik. Dorpje. Dan ga ik bezig met het aanleggen van busstation en zo. Openbaar vervoer. Dus voor nu moet het openbaar vervoer buiten de stad komen. Behalve de taxi. Eens even kijken. Oké.
Oké, hier kunnen we tekort en de overschot zien. Dus waar hebben we tekort aan? Als je deze zorgt dat je deze dingen oplost, ga je ook meer geld verdienen. En zou je uiteindelijk de plus in gaan voor plaats de min. Dat is wat ik wil. Momenteel wordt dit dus heel veel gebruikt in mijn stad. Graan, daar gaan we nu meteen mee beginnen. Echter is dit best een grote straat en... En kan ik het hier wel aanleggen? Maar ik denk dat ik toch maar begin met grids bij te kopen. En dat we hier... Wat? Dit is een rare straat. Waarom is dit zo raar hier? Ik vind dit een hele rare straat. En die leidt ook... Dit is gewoon helemaal zand. Oh, dat moet ook geüpgraded worden. Nog. Misschien dat we deze hele straat wel weghalen. En... Daar weer een vierbaans neerleggen. Kijk, 180 en aan die kant op. Ah, ik wil iets op de bocht. Hoe sluit ik hem hier mooi aan? Pakken we die? Ja, die gaat sowieso lastig worden. Dit. Deze gaan we dan maar in de toekomst upgraden. Nu gaat er toch nog geen verkeer naartoe. Maar goed. Even kijken. Hier mogen wel weer boerenlandweggetjes komen. Wat zou ik nog meer bij de boerderijen willen hebben? Want ik kan hier wel wat boeren dingen maken. Maar ik wil daar ook wat servicegebouwen hebben. Dus daar rekening mee houden. Krijg ik dit stuk. Gaan we reserveren voor iets anders. Oh, hier zit water. Oké. We hebben in principe genoeg water op deze map. Dat is mooi. Oké. Ik heb geen rekening mee gehouden dat die fertile land nodig had. Gelukkig is dat hier in overvloed, maar hier ook. En hier niet. Dus... Dat betekent... Pak ik dan dit stuk? Nee, ik wil die berg laten. Ik pak dit stuk. Die leggen we later aan. En dan komt hij hier met een weg naartoe. Daar. Gaat dit een doodlopende weg worden dan? Ik ben bang van wel. Even kijken hoe we dat straks mooi kunnen verdelen. En deze die gaat er dan wel in. Hier ga ik er nog eentje in zetten, denk ik. Nou dan. Ja. En dan deze hier ergens. Hier tegenaan komt dan. Nee. Ik heb allemaal een mooie eigen weg. Maar deze niet. Dus zo. En die pak vanaf hier het land ergens. Yes. Dus die vier stuks. Nu wil ik zoveel mogelijk weg over dit stuk heen.
Dus, ik kan het er allemaal voor langs leggen. Bij deze denk ik ga ik wel wat anders doen. Deze vind ik prima. Krijg ik dan niet in het midden dat ik... Nee. We kijken het zo. Oh, nee, dat wou ik niet. Nee, ik wil die. Krijg jou hier aan. Nee. Sorry. Waarom doet hij dat altijd? Dus ik klik hem nu vast. Dan één keertje en dan daarheen. Zo ja. Het ding is, als ik hem hiernaast neerleg, dan kan dit stuk gewoon niet meer gebruikt worden, omdat daar een weg ligt. Misschien dat ik die daar nog mee vervang. Dus dan moeten we even kijken. Hier hetzelfde. Ik dacht deze dan. Kijk, volgens mij heb jij genoeg als ik jou zo aansluit. Nee, dat is niet een hele mooie bocht. Even kijken, die gaan we nog een keertje doen. En dan lijn het met die. Oké. Dus dit moet dan zo'n beetje het landgoed worden. Jij bent niet aangesloten aan het stroomnetwerk, oké. Gaan we even kijken. Nee, dat komt door dit stukje. Gaan we ondergronds met tap. Zo. Nu ben je wel aangesloten. Alleen nu gaan wij kijken naar... Ik denk dat ik deze als eerst ga doen, omdat deze het lastigste vindt. Oké, deze kan wel helemaal naar voren heen, dus dat is wel... Hij vult hier wel mooi dit gat op. Dus ja, dat vind ik prima. Oké. Ook hier gaan we weer rekening houden met dat we de bomen er langs heen willen zetten. Dus we houden één grid eraf. Eén blokje zo hier eraf. Dan hebben we nog genoeg ruimte om bomen te plaatsen. Dus even heel verder. Dit is wel jammer dat ik niet mooi dit bochtje mee kan pakken. Maar goed, dat laten we er van nu. Ik heb pas wel iets creatiefs mee te doen. Oké, jij bent een eindstop hier en ik wil hebben dat jij ook meer land hebt, dus jij gaat zometeen dit stuk erbij pakken als boerderij. Ja, deze mag ook helemaal dicht, dus... Ja, in principe zo.
Ben je één grid over? Of één grid? Eén vierkantje. Hoe noem je dat? Grid? Is dat een grid? Overlaten. Zodat we er nog mooi wat neer kunnen zetten. Dat is de eerste die helemaal klaar is. Is ook mooi groot. Dan gaan we beginnen met die. Even kijken. Ik kijk gauw even naar de stad. Die heeft veel vraag. Industrie gaat wel even een probleem worden. Ik heb niet echt veel industrieruimte. Zouden we hier ook bij kunnen doen, hè? Industriële ruimte. Tussen de weilanden in. Vind ik niet zo'n heel slecht idee. Wel jammer van dit, maar ik heb gelukkig heel veel. Dus. Kun je hier nou even een grid aanleggen? Oké, deze is vervelend. Toch best wel wat over. Dus ik ga deze in het midden doen en dan houdt hij links en rechts, heeft hij best wel veel vlakken over. Ja. Oké, al één dingetje. Oké, hier kunnen we de vraag best wel remmen. Dus die laten we voor nu. En dan zie ik dat de vraag was naar woningruimte. Even kijken, dat was dat hier. Waarom we dat doen. Dan zie ik dat die heel veel in vraag is. Rijtjeshuizen. Dus die zetten we daar maar neer. Oké, dat neemt ook af. Dan kan ik weer verder met dit. Even kijken of ik een beetje. Ik wil toch een beetje strakke lijnen overhouden. Niet dat je die rondings krijgt. Dat vind ik niet zo mooi bij. Ik had gehoopt dat het spel er zelf iets mee had gedaan. Ik vind het niet zo heel mooi, al die rondings. Het ziet er zo raar uit. Dus we laten dit stuk. Alleen krijg je hier inderdaad dan weer dit probleem. Ja. Dat is ook een beetje het spel natuurlijk. Die dat zo kiest dat je een rondje krijgt waar je kunt bouwen. Dan krijg je zulke rare vormen. Ik vind dat niet helemaal mooi. Ik had het mooi gevonden dat ik hier gewoon rechtdoor kon had kunnen doen. Mijn idee was dat ze dan geen rondjes zoals dit hebben. Maar dat je een aantal ruimte pakt. Dat hij automatisch weet van als jij hier rechts meer ruimte erbij doet, dan zou je hier links minder ruimte kunnen doen ofzo. Dat, nou ja. Even kijken, hier gaan we wel langs de autobaan.
hier hetzelfde probleem weer. Omdat ik hier twee boerderijen naast elkaar heb. Ik weet niet hoe ver hij kan. Maar niet zo ver, denk ik. Ga ik even kijken hoe ver hij kan. Hij kan tot aan daar. Ziet dus helemaal raar en lelijk. Krijg je dit namelijk. Ja, ik laat hier wel de split. Ook raar dat je helemaal tegen de buurman aan zit, maar... Dat is nou eenmaal het grond die hij heeft. Ik vind dat dit wat smaller moet. En deze moet dan hier doortrekken. Ik maak me een beetje een gekke vorm, omdat ik een beetje rekening wil houden met de bomen erbij. Al pakte ik net wel een heleboel bomen weg. Nou, deze moet weer rekening houden met die. Ik denk dat het ongeveer tot hier komen. Hier erbij pakken. Die ook en dat die de rest aanvult. Eens kijken. Ja. Even kijken, hoe kunnen we deze mooi recht maken? 90, zo maken we die mooi recht. Jij moet ook helemaal daarheen. Dan kan ik jou heel ietsjes verder doen. Zo. Ook niet helemaal. Nu wel. Deze vergeten te doen net. Zo, yes. Ja, toch een beetje jammer van die ronding hier. En jammer van dit stukje vind ik ook jammer. Het is niet anders. Het is niet anders. Hier wel weer een stuk erbij pak. Even kijken. Hier zo. En dan deze kant op gaan. Even kijken hoe groot die daar is. Maar dan mag wel ietsjes meer. En dat was een eindstop. Dus die mag wel zo afsluiten. Oké. Nou, straks allemaal bomen ertussen. Dan is dat een mooi stukje boerderij, man. Even kijken, we hebben weer industrie.
vraag. Aan deze grote straat maken we de industrie niet. Ja, die één dingetje heeft ook geen nut. Wat ik niet moet vergeten is dat industrie beter groeit als je wat parkjes ertussen hebt. Parkeerplaatsen weet ik eigenlijk niet. Dat vraag nou eens. Die kan ik eigenlijk ook nog helemaal niet. En zo zetten er wat parkjes tussen. En de rest maken we industrie. Hier kunnen wij de straten. Zodat we hier links en rechts nog industrie kunnen maken. Of daar in dat hoekje niet. Die pakken we even zo. En dan zeggen we dat daar een klein bedrijfje komt. Voor de rest kan dit allemaal aangevuld worden. Moest hier nog iets anders komen? Ik wil hier eigenlijk wel een brandpost hebben. Als er brand is hier. Dat dat toch snel bij. Ja. Oké, die vraag is weer weg. Zo, en dan vind ik het voor vandaag wel weer genoeg. Save the game. Nou, de mods werken goed. List of enabled code mods changed. Oké, dus omdat we niet iets hebben veranderd. Die hebben net de mod geüpdate. Heb ik alweer een reboot. Oké. Nou, we laten het voor zo. Hoe gaat het met de productie? Kijk, ik ben nou geld aan het verdienen. Ja, dat levert veel op, weilanden. Kijk, exporteert een hele beeld. Oh, het was die gat in één keer. Omdat ik meer ga gebruiken. Oké. Dus ik heb het nu niet meer nodig. En nu hebben we een overvloed. Dat is mooi. De volgende stap is wattels, denk ik. Al had hier ook best wel eentje een wattel van gekund. 4 van die boerderijen. Die kan pas bij de volgende. Hout. Hoe is het met houtproductie? Hebben we ook even in overvloed. Dat is mooi. Dus dat werkt ook. Ja, dan heb ik eigenlijk alleen de dingen die ik nog niet kan. Waar een vraag naar is. Steen. Ja, die steengroeven zou toch een keer moeten komen. Weet je wat? Dit is mooi voor die steengroeven misschien. Wat hier die bergen zitten en zo. Alleen. Ja. Hier misschien een pad langs heen of zo. Over het treinspoor of. Wat is dit? Oh, bosjes. Oké. Nou ja, nee, ik vind het prima zo voor zo. Ik zeef hem nog een keer weg. Ik vind het. Ja. Zo, mensen. Dat was het dan. Wens ik jullie allemaal een fijne dag. En ik spreek jullie later.
and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just a